gebruikte Jeroen Bos paddo's als inspiratiebron voor al die bizarre plaatjes die we langzamerhand allemaal van hem kennen. Heel fantasierijk, soms bijna hallucinerend. Hè, combinaties van verschillende beesten, van verschillende planten. Bijna als een soort van hele slechte droom of een hele mooie droom. Hij is de ontwerper van de Boschrooms, een combinatie van Bosch en Mushrooms. Het Engelse woord voor paddenstoel. Die zwarte, dat is de originele paddenstoel. Die witte daarachter, die is van porselein. Ik denk, of ik wil graag denken, dat hij zijn inspiratie uit de natuur en uit de bossen hier rondom Den Bosch heeft gehaald. En dat is een tactisch antwoord op de vraag of Jeroen Bos aan de paddo's zat als hij zijn schilderijen verzon. Een verhaal dat al heel lang de ronde doet. Kenners zeggen dat het onzin is. Ik weet ook niet of het waar is, maar ik weet ook niet of het belangrijk is dat het waar is eigenlijk. Ja, voor dit project vind ik het interessant om te denken dat dat zou kunnen. Als je maar de muur schroeft, is de Boschroom een klein tafeltje. Het ontwerp wordt uitgevoerd door Cor Unum, het Bosse keramiekatelier dat de Boschroom volgende maand in Milaan presenteert. Het origineel, een elfenbankje, komt uit de IJzeren Man bij Den Bosch. En deze die lag ergens half weg te rotten in een klein watertje. Dus die hebben we gered, zullen we maar zeggen. Vanaf 14 april staat de Boschroom op de designbeurs Salone del Mobile in Milaan.